Per 2024 betaalt uw organisatie aan werknemers een vast minimumloon per uur. Hoeveel uur een fulltime werkweek in uw organisatie is, doet voor het minimumuurloon niet meer ter zake. De wet kent dan één uniforme ondergrens voor het bruto uurloon. Die ondergrens is gebaseerd op een 36-urige werkweek. Voor werknemers die meer dan 36 uur werken en het minimumloon verdienen, betekent de komst van het vaste minimumuurloon dus een loonstijging. Werknemers die jonger zijn dan 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Dat stijgt naarmate hun leeftijd dichter bij de 21 jaar komt. Ze hebben vanaf hun verjaardag recht op een hoger loon, maar in de praktijk is het simpeler om de loonaanpassing in te laten gaan op de eerste dag van het loontijdvak waarin ze jarig zijn. Meer informatie over het minimumloon vindt u op Rendement online.